En op deze manier laten wij mensen zien wat er in hun wijk gebeurt. Of zelfs soms in hun straat of binnen hun gemeente. Daarnaast nemen wij met dit soort diensten mensen gewoon mee in wat wij doen dagelijks. En wat ons voor de voeten komt, soms ongevraagd. Goedemiddag, alles onder controle? Ja. Ja? Nee, omdat. Rustig, druk. Nou ja, we hebben net een berichtje gepost dat we op de weekmarkt aanwezig zijn. En dat mensen ons aan kunnen spreken. En de bloemenman die spreekt ons aan over het feit dat fietsers en scooters, brommers over de weekmarkt rijden. Terwijl dat niet is toegestaan. Nou, we kunnen helaas niet alles laten zien. We hebben natuurlijk, waar we rekening mee moeten houden, is de privacy van onze burgers. Ja, als we een bericht snel kunnen verspreiden en we hebben een bereik van, nou, we zeggen 100 man, hebben we toch 100 paar extra ogen. Om uw nieuwe rijbewijs aan te vragen of hij is gewoon zoek? Ja, hij is zoek. Facebook draagt bij aan het vangen van meer boeven, maar daarnaast is Facebook denk ik ook zeker een middel om preventief iets te doen. Om mensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen, maar daarnaast ook gewoon om samen dingen te doen, want wij kunnen het gewoon niet alleen. Of het eerder te regelen of dan de auto te laten staan natuurlijk, want u krijgt zelfs daar eventueel automatisch bekeuring van de RDW. Nou ja, in die zin is het leuk. Het contact is heel laagdrempelig. Mensen sturen vrij makkelijk berichten. Je kan vrij simpel, zeg maar, ook gewoon terug antwoorden. De drempel is gewoon heel laag, ook voor ons. En dat maakt het mooi en zeer bruikbaar. Oh, mooi voor die zin, mannen. Ja.